Jij bent Karel. Ik ben Eva. John. Zo word ik graag genoemd. Eerlijk te zijn, Eva. Hij heeft het nooit over een zus gehad. Ja, dat zou ook heel goed kunnen. Maurice en ik hebben het contact verloren. Maus. Dat was hoe hij graag genoemd wilde worden. Die bijnaam komt van jou. Hij heeft de mijne bedacht. Timo, Jasper, Onno, Najib, Greg, Tjong. De namen van mijn slachtoffers. Goed. Ik luister. Toen Maurice hier net zat, kwam zijn oom een keer langs. Lucas van Dongen. Die wist dus dat Maus hier zat. Na zijn bezoek was Maurice van slag. Jullie oom heeft ook geen toestemming meer gekregen om hier te bezoeken. Veel te bedreigend voor Maurice. Ik bedoel, hij is toch de reden dat Maus zo is geworden als hij was. Hoe bedoel je? Weet je dan helemaal niet wat er gebeurd is, Eva? Weet je helemaal niets over je eigen familie?